Michael Bogert, de ploeg is rond en dat betekent dat jouw grote wens om een ploegleidersauto in te mogen stappen uitkomt. Jazeker, de ploeg is rond. Roompot Vakanties is erin gestapt en wij gaan vanaf 1 januari op de weg komen. En, ik als een van de ploegleiders. Dat is inderdaad een droom die uitkomt. Meer het hebben van een eigen ploeg als achter het stuur zitten. Maar we gaan er met heel veel enthousiasme en ambitie inspringen. Hoe spannend zijn de laatste weken geweest? Ja, vrij spannend. Het lijkt erop dat het een soort wedloop is geweest tussen Belkin en ons. Zo hebben wij het iets minder ervaren, maar het is wel altijd spannend geweest natuurlijk. En het überhaupt, de zoektocht naar een sponsor is heel spannend. En, ja, we zijn ook blij dat wij uiteindelijk aan het langste eind trokken. De ploeg staat zo op poten. Hoeveel is er al van gerealiseerd? Nou ja, we gaan nu beginnen. Dus we gaan nu vanaf vandaag, vanaf vanmiddag zullen we renners gaan benaderen waarin wij geïnteresseerd zijn. Dat is denk ik het belangrijkste. En dan gaan we nog een keer met elkaar zitten natuurlijk, de taken verdelen. We gaan in een klein comité verder denk ik. Er moet natuurlijk veel gerealiseerd gaan worden. Materiaal, wagenpark, noem maar op. Weet je, er is zat te doen, maar de basis staat. En eerste wildcard? Voor notabene een World Tour wedstrijd is binnen? Ja, voor Eneco Tour is wildcard binnen. Ik heb zelf persoonlijk ook wel contact gehad met een aantal organisatoren. Voordat we naar sponsoren trokken, is het wel fijn om een soortement zekerheid te hebben voor bepaalde koersen. En we gaan wel meer grote koersen mogen rijden. Ik denk dat wij niet kunnen eisen welke koers we als eerst gaan rijden. Dus we zijn ook een beetje afhankelijk van wat de organisatoren ons gunnen. Dankjewel.